je, als kind had ik echt een soort droom altijd. Ik wilde altijd de beste turnster van de wereld worden. Olympisch kampioen, whatever, allemaal. En toen wilde ik het liefst dat ik in Roemenië was geboren, want toen ik klein was, kwamen daar echt de allerbeste turnsters vandaan. Je mag best zeggen dat je ooit Nederlands kampioen bent. Ja, dat vind ik ook zoiets. Ik werd altijd heel erg gelukkig van turnen. En in mijn zoektocht naar geluk ga ik ook kijken of ik dat nog steeds word. Ik mag zo meteen naar de Roemeense turnsters toe. Ik heb daar een soort van interviewtje. Maar ja, wat ik natuurlijk eigenlijk het liefst wil, is met ze meetrainen. Dus ik hoop echt dat dat gaat lukken. Ik denk dat ze heel raar aanstaat. Kijk, als ik een interview in een keer in een turnpakje staat. Things change, yet so much stays the same. Life's just a dream we have. Daar zitten ze, ik zie het meteen. Hoezo? Ja, de manier waarop ze zitten. Dit zijn turnsters. Echt, geloof me. Okay. Kan niet anders. Ken je ze ook allemaal of niet? Nee, ik ben er eigenlijk helemaal uit. Ik bedoel, ik weet wie Catalina Ponor is. En ik ken de trainer, Octavian Belu. Omdat het gewoon echt een van de beste trainers is van de hele wereld. Een rammetje. Ja, dat is hem. Echt, ik schijt in mijn broek, joh. Dat is echt zo. Ik weet niet waarom, maar ineens denk ik, paniek. Ja, you make the warming up. You must follow the first gymnast. Okay, and after you work on beam or what you want. Okay. Yeah. Ik mag dus meedoen met die training. En tegelijkertijd denk ik alleen maar, oh mijn god. En die gast is wel tof, hè? Hij is super relaxed. Ik vind het echt, ik had het gewoon echt niet verwacht, maar hij is super aardig. Oh, maar ik vind het... Sowieso alle Olympische kampioenen, want zeg maar met het team zijn ze in Athene kampioen geworden. En het meisje in het rood is Olympisch kampioen op vloer en op balk. Ja, dat is echt de beste turnster op de wereld. You've gotta do this right now, cause you're always on the run. All your hopes and dreams are gone, don't let them out. Echt een oude boek, moet je nagaan. Ik ben 28, maar dan ben je als turnster echt... Ja, je bent gewoon afgeschreven. Ja. Doe het, Frank. Hey. Can you help me, Octavian? Yeah, thanks. Okay, go, man. Okay. Bravo. Good? No way. Difficult. Yeah? This is difficult for me. As a child, I used to dream about being an Olympic champion. You are the coach of the Olympic team. Yes. So how did you feel when they won? First of all, you think you are, for a few seconds, the most important person in the world. Yeah. But in the same time, you feel a little bit scared because you think what will be happening in the next competition. Because it's not easy to arrive on the first place. Stay there. But it's very difficult to stay there. Romania is for ages a very good gymnastics nation. Yes. And what's your goal for the future? One and or two gold for medal gold for world championship. And when will it be? In November in Australia. All right, November already. So do you think you have a chance to become? I think I have a chance. Dat is even een paar niveautjes hoger. Eerst even lopen hoor. Meteen die arm aan. Oké, wacht even nog een keer. One more time. Oh, dit is frustrerend. Open your leg.
Yeah. Whoa! A back salto. No, I can't do dismount. That. Dismount. So you jump. Simple jump. Stay. Okay. Dit meteen, hè? Dat is een soort grap. Ik ga meteen weer al die dingetjes ik doen. Ik doe hier gewoon achterwaarts salto. Ja, dag. Laat maar zien. Octavio filmt, maar het gaat te grap. Leuk, en maar. Ga maar oplopen. Wow. Dit is small. Okay. Walk, walk. Yes, and... What yeah. do you think of him? I think... No way. Difficult, huh? Difficult. Lekker dit. Joehoe. I haven't done a salto since, well, I think 8 years. Yes. Can you help me? Oh, dit vind ik heel eng. Dit heb ik super lang niet gedaan. 8 jaar. Ja, zoiets. Come on. Nou, ik kan je wel zeggen dat het echt relaxed voelt om dit weer eens te doen. Toch word ik hier gelukkig van, dat is echt zo. Dit gaat me echt te ver hoor. Nee, dat kan ik echt niet. I think it was a good idea to come here 8 years ago. Now is not too late, because never... Come on. Be never, with me. Never, it's never. Far too late, really. Not for, yeah. for some yeah, different, for, different satisfaction. Yeah, for a different level. A different level and different yeah. satisfaction. Go on, salt. Ready? Yeah. Good. Good. Strange feeling, huh? This thing. Strange feeling. Yeah. Okay, one more time. Ik kan toch wel een salto maken? Wow. Was better to stay on the first movement because it was a very bad salto. Don't show. And the other thing, don't try home. Bye bye. Bye. Wat tof. Ik vond het echt heel erg leuk. Serieus. Ik denk echt alleen maar, oh, toch wel heel leuk. Voor dit moment heeft het me heel gelukkig gemaakt. Ik weet dat het niet iets is voor de toekomst. Maar ja, echt te vet. Het is toch te cool dat ik hiermee mag doen?